Oké, volgens mij zijn we live. Ja, zijn we live? Ik denk het wel. Dus welkom iedereen die kijkt. Leuk dat jullie er zijn. Deze feestelijke dag, want Hummingbird is uit. Woehoek. Dus we vieren het eventjes op een iets andere manier dan allemaal bij elkaar komen. Maar nu komen we toch een soort van digitaal allemaal bij elkaar. Dus ook als je in de comments zegt wanneer je er bent, dan hebben we toch ook nog een beetje interactie. Dus dat is wel... Precies. Nina die kan op haar tablet af en toe kijken naar wat mensen schrijven en daar weer op reageren. Niet tijdens liedjes natuurlijk, maar wel daarna. Dus laat vooral een berichtje achter. Ja, precies. Zullen we dan gewoon lekker beginnen? Ja, zeker. Oké, cool. Nu wel. Is het hele liedje uitgezonden ook of moeten we het opnieuw spelen? Qua muziek was helemaal prima. Oké. Oké, zal ik even kijken of... Oh, laat ik in de microfoon bellen. We hebben hier een geweldig team wat de video stream en het geluid verzorgt. Die zijn natuurlijk niet in beeld, maar ze zijn er wel. Even kijken. Oh, wat leuk. Anja heeft gezegd dat ze het mooi vindt. Ze zegt veel succes. Country Magazine Europe vindt het mooi. En? Sylvia vindt het mooi. Oh, mijn opa is er ook. Vet leuk. Gezellig. Ja, livestream voor vandaag. Wat we eigenlijk gaan doen is het hele album spelen.
We hebben net het eerste liedje gespeeld, Head Over Heart. En het volgende liedje wat we gaan spelen is Grandma and I. Showing up 20 late to a birthday party. Went searching on the streets, but I couldn't find no honey to take with me. As I enter the room, I see everyone's found some. Nummer 2 weer. Gaat heel snel. Even kijken hoor. Ja. Comments. Zal ook even de capo's en zo verzetten en de instrumenten wisselen. Even kijken. Oh, allemaal comments. Nou, even kijken. Les jij eens even de comments. Yes. We gaan zo meteen verder met een traditional die we bewerkt hebben. En de rest is allemaal geschreven door Nina Lynn zelf. En we gaan zo meteen een Bold Young Farmer spelen. Heb je nog dingen die je kan delen in de comments? Nou, eigenlijk zegt iedereen super mooi. Nou, gelukkig maar. Dus dat is heel cool. En mensen zeggen applaus. Dus we krijgen applaus. Heel goed. Toch nog.
We kunnen het niet horen, maar we horen het wel. We voelen het. Even kijken of die goed is. Yes. Oké. Okay. Kijken naar de comments, dan gaat Janus ondertussen even zijn banjo wisselen en stemmen. Want het volgende liedje wat we gaan spelen is Come With Me. Wat in de tussentijd misschien wel leuk is om te vertellen, is dat Janus niet alleen supermooi gitaar en banjo kan spelen, maar ook echt nog 12 andere instrumenten die hij allemaal op het album heeft ingespeeld. Wat jullie nu ook kunnen luisteren via de streamingsdiensten, dus Spotify, iTunes, Deezer, nou ja, wat je maar kunt bedenken. En hij heeft ook het album geproduceerd. Dus bij hem thuis, in de studio, uitkijkend op de velden, in de hele warme zomerhitte, wat echt iets compleet anders is dan nu. Ja, hebben we het album opgenomen.
En ik ben er nog steeds echt super blij en tevreden mee. Ik ben benieuwd of jullie het ook al hebben gehoord. Ja. Maar ja, dit is een beetje dus de akoestische... Hoe zeg je dat? Akoestische vorm ervan. Dat is wel een elektrisch gitaar, dus het is niet een soort van akoestisch-achtig. De duo-vorm, misschien zo. Even kijken hoor, naar de comments. Een uitgeklede versie is het. Ja, precies. Oh, even kijken. Mensen zeggen dat ze kippenvel hebben. Kijk, zo leuk. Goed. Dan gaat het goed. Even kijken. Oh, wat leuk. Mensen vinden het een super mooi nummer. En ze hebben kippenvel. Nou, gaat het helemaal goed volgens mij. Even kijken hoor, zit ik ook goed? Ja, ik zit ook goed. Oké, dit is Combi B. Ja, liedje 4. Zo gaan we het allemaal snel door. Even kijken. Echt superleuk trouwens dat jullie allemaal kijken vandaag. Het is dus iets andere vorm dan we gehoopt hadden. Maar er komt ook nog, wanneer het allemaal weer mag, een live release party. Oftewel dat we allemaal met elkaar in de zaal kunnen, hopelijk ooit. Waarin we met de hele band gaan spelen. Dus ook nog met de drummer en de bassist en de violist erbij.
Op het album heeft Arthur Bond heeft supermooi alle drum- en percussiepartijen ingespeeld. En Lucas Beukers heeft echt fantastische baspartijen ingespeeld. En Joost heeft de viool gedaan, die ook nou ja, super, super gaaf is geworden. Als je het nog niet hebt gehoord, ga dan direct naar de livestream luisteren, want je wilt het echt niet missen. Ja, dan ga ik weer even wat comments lezen. Oh, wat leuk. Wim heeft de cd op Spotify al gehoord en hij wacht nog zijn exemplaar af. Want je kunt de cd namelijk ook op de website bestellen. Fysieke exemplaar. Ik zal hem even omhoog houden. Kijk, zo ziet hij eruit. Ik weet niet of jullie dit een beetje kunnen zien, maar dit is de voorkant. En hij slaat dus eigenlijk twee keer open. Dus eerst heb je dat hij zo open slaat. En dan zit hier heel mooi de cd met de hummingbird erop. Staan op de achterkant gewoon de liedjes. En dan heb je verder nog hier alle credits. Dus als je nog een keertje wilt nalezen wie er allemaal zo mooi meespelen op deze cd, dan kan dat hier. Ik heb de link in de beschrijving van de YouTube gezet. Dus als je de cd wilt hebben, dan kan je via mijn webshop bestellen. Als je nou denkt, hey, ik wil wat doneren voor deze super gave livestream, want ik hoor dat jullie het allemaal vet mooi vinden in de comments, dan kan dat ook. Ik heb een Tikkie link neergezet en een PayPal link. Dus daar kunnen jullie eventueel ook nog wat geld doneren. Maar ja, laten we eerst gewoon lekker nog wat meer liedjes spelen. Het volgende liedje gaat over mijn zusje. En de overkoepelende boodschap is een beetje dat je soms eventjes heel goed een soort van ruzie moet maken of kardinale moet vertellen om ervoor te zorgen dat alles weer helemaal oké is. Thunder will come through.
Knopjes omzetten hier. Stokje water. Ja, volgens mij gaan we de eerste single spelen. Mm-hmm. Nummer Free Bird. Yes. Wat misschien leuk is om erbij te zeggen is dat het hele album eigenlijk een beetje gaat over één thema. Het is namelijk een beetje dat ik op zoek was naar... wat wil ik gaan doen in het leven? Wat is mijn weg? Hoe ziet dat eruit? Wat wil ik nou eigenlijk? En daarbij was ik ook heel erg op zoek naar hoe kan ik dan in zo'n weg mijn eigen vrijheid vinden? Dat ik me dan heel gelukkig en vrij voel. En dit liedje was eigenlijk het punt dat ik me realiseerde. Ik moet gewoon doen wat mijn hart zegt. En dan ben ik een vrije vogel, zeg maar. En dan ben ik gelukkig. Dus daar gaat Free Bird over. Rise, jump in, do it, believe it.
jump in, do it, believe it. I'ma be everything you ever wanted to be. Oh, ik moet even comments kijken. Dat had ik net volgens mij niet gedaan. Even kijken. Zo, voor als je naar binnen komt rollen bij de livestream. Leuk dat je er bent. Ik hoop dat jullie allemaal een fijne Valentijnsdag hebben trouwens. Het idee achter Hummingbird op Valentijnsdag uitbrengen is eigenlijk dat we in deze wereld allemaal wel een beetje liefde kunnen gebruiken deze dagen. Dus eigenlijk is het een beetje een soort Valentijns cadeautje voor jullie allemaal. Dus ja. En nu even de comments. Oh, Ineke Snoek zegt: het is een feestje om naar jullie te kijken. De prachtige achtergrond en die mooie plant. In het geheel is het heel bijzonder. Wat leuk, toch? Dat is super, super leuk. Fantastische begeleiding, Janos. Staat er ook. Dankjewel. Van Jiska. Ah, en Mara zegt, sluit ik me volledig bij aan. Het klinkt prachtig zo samen. Nou, volgens mij doen we dat goed. Ja, ja, het volgende liedje heet Waste Wonder. Ik neem nog even een slokje water. En, dan... ja. En dit nummer hebben wij voor het album live opgenomen bij mij in de studio. Alleen Joost van Es heeft later een prachtige vioolpartij toegevoegd nog. Mm-hmm. Maar op de plaat zijn het ik op gitaar, Lucas Beukers op zijn bas en Nina live. Ik denk dat we in twee takes het nummer op hebben genomen. Dat, ja, zoiets. Ja. You can do it.
there's a million ways to wander. Mij van Pieter het mooi. Dit is een lievelingsliedje van het album. Pieter Groenveld. Pieter Groenveld. Geluid vandaag, maar is ook eigenaar van het platenlabel waar de CD op is uitgekomen. Strictly Country Records. En verder is Pieter ook degene die mij Janos heeft voorgesteld. Ook nog. Ja. Dus je zou wel kunnen zeggen dat zonder Pieter het album er niet zo zou zijn, zeg maar. Nee. Even kijken hoor. Ja, ik zal nog eventjes naar de comments kijken. Oh, ze moeten heel spannend even laden. Ga ik ondertussen kijken of ik goed gestemd ben. Bij het volgende nummer zou normaal gesproken op een gegeven moment het publiek mee mogen zingen. Mensen hier van de techniek hebben al aangegeven dat ze het misschien wel liever niet doen. Dus dan is het vooral aan iedereen thuis om lekker hard mee te zingen. Het is ook heel veilig om het thuis te doen. Mm-hmm. En zodra wij wel weer voor live publiek mogen spelen, dan nodigen we iedereen graag uit natuurlijk om dit met ons mee te zingen. Ja, precies. We maken er samen gewoon lekker een feestje van. Maar dat doen we nu ook, alleen op afstand dus. De comments willen nog steeds niet laden, dus misschien na het liedje. Oké, okay, nou, zolang de livestream maar doorloopt. Ja, precies, dan gaat het goed. Oké, okay, we krijgen duimpjes, dus dat, dat gaat goed. Oké. Okay. Kijk. Sky, how the man on the
Ja, het blijft raar om geen applaus te krijgen. Ja, inderdaad. Oh. Zo lief. Ik moet heel even bijstemmen voor het volgende lied. Ja, ik zal even kijken of die comments het weer doen. Even kijken. Oh. Hij blijft laden. Ik vind het echt super spannend dit. Even kijken hoor. Ja. Nou, het volgende liedje. Dat gaat over... nou ja, eigenlijk is dit het liedje waar de titel van het album vandaan komt. Want wat er gebeurde was... Ik was een beetje aan het zoeken op het internet. En naar gitaren. En toen kwam ik ineens een sticker voor een gitaar tegen. En normaal gesproken vind ik stickers voor gitaar. Nou, ik vind dat echt heel stom. alleen zag ik deze en die vond ik echt super mooi. Dus toen dacht ik, nou ja, weet je wat? Ik bestel hem gewoon en dan zie ik het wel. En toen kwam die aan. En toen zei mijn vader, hey, dat is een kolibri volgens mij. En ik vind alle symboliek achter alles altijd echt super interessant. Dus toen ging ik opzoeken waar het voor stond. En kolibri, oftewel hummingbird, staat voor liefde en positiviteit. Maar tegelijkertijd kan hij ook altijd alle kanten opschieten. En heel snel van gedachten veranderen. En toen dacht ik, nou, daar identificeer ik me wel mee. En tegelijkertijd denk ik ook dat ik nogal wat dingen van die kolibri zou kunnen leren. En dat is hoe eigenlijk het hele liedje Spirit Guide ontstond. Ja, maar het was eigenlijk een sticker voor een gitaar. Ja, klopt. Ik heb hem ook nog steeds liggen, niet op een gitaar geplakt of zo. Maar... Ja, er is natuurlijk de legendarische Gibson-gitaar die Hummingbird heet. Ja, klopt. Waarschijnlijk is die sticker eigenlijk daarvoor bedoeld. En jij speelt nu op een oude gitaar van Pieter Groenveld. En ik denk niet dat je daar een Hummingbird-sticker op mag plakken. Kijk even naar Pieter, niet. Maar... Alles zouden we dat hier live doen natuurlijk. Dat is wel mooi. Dan zou je dat doen. Nee, dit is trouwens wel tof. Deze gitaar die is van de vrouw van Pieter geweest, Liz Meijer. En ik mag altijd op deze gitaar spelen van Pieter. Dus dat vind ik echt zo ontzettend lief. En deze gitaar is zo tof en mooi. Dus daar wil ik hem nog eventjes heel erg voor bedanken. ja, dit is Spirit Guide. Kijk hoor. 1, 2, 3, 4. Just got out of my chrysalis, but I can't adapt to changes as easily or gleefully, and that's why I know that butterfly ain't me. I am a lonely wolf, I live free with my own instincts, but I don't have it in me to be lonely for an eternity. My mind and go back.
just spread the love. I guess I've got to learn. I've got to learn. So I change the mind and go back in. I shape my life into a new direction. Oh, I change my mind and go back in. I shape my life into a new direction. Spirit. Ja, blijft er nog maar één liedje over volgens mij. Ja, gaat echt veel snel de tijd. zal ik nog één poging wagen om te kijken of de comments het weer doen? Even kijken. Nee, ze blijven laden. Super spannend. Misschien zijn er zoveel comments dat we gewoon... Dat het hele, die hele chat is gecrashed, weet je wel? Dat we het niet meer kunnen zien. maar in ieder geval, ook al kan ik jullie comments eventjes niet zien. Ik zal ze sowieso achteraf allemaal gaan lezen. En dan zal ik eventjes kijken of ik ook kan reageren erop. Super leuk dat jullie er zijn. Dat jullie meekijken. Dat jullie reageren. En ja, hoop natuurlijk dat jullie lekker veel het album gaan luisteren. Dat jullie ervan hebben genoten. En ook nog van het laatste liedje gaan genieten. En dan zien we elkaar hopelijk heel snel weer in levende lijven. Wil ik verder ook nog eventjes de geluid en technici... voor al het beeld en zo bedanken. dat is namelijk mijn vader, Rob Boerde, Tijmen de Graaf en Pieter Groenveld, die al eerder is genoemd. Zijn echt super dankbaar dat ze dit zo voor ons neer hebben gezet. Want zonder hun zou het echt niet zo cool geworden zijn. En natuurlijk Janos voor zijn prachtige meespel en zang en hele productie eigenlijk gewoon voor het hele album. Ja, dan zou ik normaal gesproken nu zeggen, dames en heren, Nina Lin. Ja. even kijken of ik nog goed gestemd ben. En dan kunnen we lekker. Oh, dat is spannend. Ja, dat is wel goed ongeveer. Oké. Ja. Yes. Even kijken hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Are they looking at me? What should I do? Can I start dancing to this lovely tune? Is my heart.
up into a ball and climbed into my heart. Now I'm steady and tall. They can't tear. Ze zijn echt prachtig, dankjewel. Ja, we willen ook nog eventjes, ten slotte inderdaad, de oude veiling bedanken. Dat we hier vanuit hier de livestream mochten doen. Anders hadden we ook vanuit hier de release party met hele band gedaan. En we vinden het echt super tof dat ze gewoon in deze tijd ons hier de livestream hebben laten doen. Daar zijn we ze echt heel erg dankbaar voor. Dus, oh ja, dankjewel. Ik heb de comments. Woehoe. Kunnen we toch nog even reageren? Wil je meekijken? Dat wordt een beetje onhandig om mee te kijken. Oh ja, het is niet zo'n groot scherm. Even kijken hoor. Het is een genot om naar jullie te kijken en luisteren. Van mijn tante, superleuk. Hey, en mijn opa zegt heerlijk om jullie zo te zien horen spelen. Het klinkt geweldig. Bijna op hetzelfde minuut. Melinda zegt, what a great song. Such a pleasure listening to you. Oh, thanks Melinda for watching. Melinda is iemand die ik ken van mijn studie. Superleuk. Wat een mooie release. Prachtige stemmen en instrumenten. Heerlijk om naar te luisteren. Lucas zegt, had ik al gezegd dat ik fan ben. Oh, superleuk. Katrien zegt, prachtig gespeeld. Janos vinden wij. Tof. Wat gaaf. Melinda zegt, hoor je ons? Waarschijnlijk klappen. We horen je in ons hart. Wauw. Cool. Echt heel veel comments. Het gaat echt maar door. Wauw. Ja. Ja, daar ben je nog de hele avond zoet mee dan, denk ik. Ja, inderdaad. Ja. Ik denk dat ga ik overal reageren. Oké. Ja. Dan was dit het al, denk ik. Ik denk het ook. Ja. Oh, ik zal deze even neerleggen. In ieder geval, heel erg bedankt voor het kijken allemaal. Superleuk dat jullie er zijn. Jullie kunnen het ook altijd nog terugkijken. Mochten jullie het nog een keertje willen horen. We kunnen... natuurlijk, het album kan je via de streamingsdiensten luisteren. Je kunt hem ook bestellen via mijn site. Er komt ook een LP aan, alleen die laat nog even op zich wachten. Dus daar zal ik jullie ook nog wel eventjes op de hoogte over houden via de social media. En dan, mocht je dus nog wat willen doneren, of via Tikkie of via PayPal, dan ben je ook van harte welkom. Zou het helemaal top zijn. En dan willen we jullie ook gewoon heel erg bedanken voor het kijken. En hopelijk tot snel weer in... een zaal ergens. Ja, dat zou zo tof zijn. Hartstikke goed. Nou, nog even zwaaien naar de mensen dan. Ja, doei.